Beste jongens en meisjes in Boekel en Venhorst. Ook dit jaar weer een vreemde gebeurtenis in Boekel, waardoor ons dorp helemaal op zijn kop werd gezet. Hoe kwam dat allemaal? Nou, we weten dat het iets te maken heeft met Geraldina Cicovic, een rondreizende Roemeense zigeunerin die van dorp naar dorp trekt om een magische show weg te geven. Samen met haar vrienden Rangelo en Marcus lijkt dat niet echt goed te lukken. Daarom kijkt af en toe Geraldina's oma, Omilia Cicovic, bezorgd toe. Haar kleindochter moet nog heel veel leren. Zou Geraldina ooit dat waarzegsterstalent kunnen krijgen wat oma Omilia had? En hoe kreeg Geraldina Boekel toch zo op zijn kop? Of kon zij er helemaal niets aan doen? Kijk maar eens naar dit spannende verhaal dat zich gisteren en vandaag in Boekel afspeelde. En wie weet kun je Geraldina wel helpen aan het einde van de film. Opgelet dus. Jeetje zeg, stelletje idioten! Snijden ons de hele weg af. Regina, zie je dat? Ja, kunnen die niet uitkijken? Ja, dat zag ik wel, Rangelo, maar... Ja! Nee, ik kan me veel drukker maken om die shows. Die shows die lopen me niet. Ach, dat doen we niet zoals het moet. Dat komt goed. Goh, waar zouden we nou weer zijn aangeland? Ik ben benieuwd. Dat weet ik niet, Basik. Weet ik niet, ja. Je hebt de kaart daar voor je liggen, man. Uilskuiken. Ja, maar al heb ik die kaart hier voor me liggen, dan kan ik nog niet weten waar we zijn. Ik kan met jou toch ook niets beginnen. Er staat niks anders op. Er is niks te lezen, er staat alleen maar lijnen op. Ah, ik kan met jou niks beginnen. Hoe kun je nou een kaart lezen als je hem op zijn kop hebt, uilskuiken? Op zijn kop? Is hij op zijn kop? Ja, ik kan er toch niks van zien. Waar ben jij dan? Ach, wat moet ik nou toch met jou beginnen? Waar zijn we? Ik weet het ook niet meer waar we zijn. Oh, Bas. Kijk, Bas. Hey. Wat is we zijn in Boekel, Bas. Boekel. Wat Boekel. Zit je nou weer te bazen aan Boekel? Wat bedoel je? Daar stond net een bordje, Bas, van Boekel. Boekel. We zijn Boekel. Hoe weet jij dat? Er stond een bord langs de weg hier. Met ja. Boekel. Een blauw bord. Blauw bord, Boekel. Bord, blauw bord met Boekel. Boekel, ja. Vraag me toch af hoe oma Omilia dat altijd deed. Ja, die had zigeunersbloed. Die had zigeunersbloed. Ja, maar ik voor 100%. Jij hebt maar de helft. Ja, maar toch, je zou zeggen... Er staat toch in het familieboek van de Cicovic... dat iedereen die lid is van de Cicovic-familie... dat die ook die gave heeft. Zou ik het dan niet in mijn vingers hebben? En toch, Rangelo, toch zou het niet moeten lukken. Denk je niet? Ja, dat is wel gebleken. En ik dan hier, tegen ze hier. Ja, mooi genoeg nog. Ja. En ik dan? Ik ben juist hier gekomen om te stoppen met roken. Ik kan niet meer zonder. Ja, rechts werkt niet. Ja, rechts werkt niet. Dat is bij mij ook. Ja, een bosje hoor. Rangelo! Rangelo, kom eens. Ja. Oh, volgens mij is er weer iets misgegaan. Oh, niet weer. Dan kijk, ze komen weer mensen aan. Zie je dat groene haar? Hop, ik maai het. Ja,
weet je nog? Stel je voor. Achteraf gezien is het best wel grappig. Die groene haren. Ja, en die man met die sigaretten. Ja, het is wel grappig, maar hoe ik het doe, ik weet het niet, maar het is niet goed. Het zal vast niet kloppen. Nee. Ik geloof ook niet dat oma Emilia trouwens ook wel bedoeld heeft zo. Ik hoop het wel voor je familie dat het goed gaat, hoor. Ja, ik weet het, ik heb het oma wel beloofd, hè. Het is toch wel jammer dat ze niet heeft verteld hoe haar geheim is, wat haar geheim is. Dat heeft ze niet gedaan. Ze is gestorven en ik heb het nooit geleerd. Jawel, je leert het. We doen het nog één keer. Nee, ik weet niet. Oma Emilia, die had het, die kon het, die had het talent, maar... Wacht eens, ik neem even Tjikkewits familieboek voor me. Misschien heeft oma daar wel iets in geschreven. Ja, vast wel. Boekel dus. Het zal mij benieuwen of hier iets te halen is in Boekel. Ja, wat zou de big boss dan zeggen? De big boss. Wat de big boss? Ja, ik bedoel gewoon dat hij dat wel goed zal vinden dat wij hier eens een keer een grote slag staan. Ja, natuurlijk. Nee, uilskuiken, dat weet je natuurlijk nooit. Het is al zo lang geleden, baas, dat we je goede slag. Ja, dat weet ik ook wel, Kijk eens daar, wat is dat? Ja, wat heb je nou weer? Daar ging links, baas. Wat is dat? Dat is een zaak, baas. Die witte zaak daar. Wat is dat voor een zaak? Hey, Henkie. Dat is het, zie je dat? Een elektrozaak. Hey, waar hebben ze tv's, video's, cd-spelers, wat dan meer? Autotelefoons. Hey, yep, dat is het. Kom aan. Dat lukt. Kom aan, we gaan kijken. Heb jij er zin in, Maus? Ik heb er zin in, ik krijg er een lekker gevoel bij, Henkie. Kom aan. Zeg, meneer, wat zit er onder de jas? Wat heb je? Meneer, ik zag dat u iets onder de jas stopt. Niks, meneer, niks. Mag ik toch wel even rondkijken, of niet? Kijk maar, meneer. Kijk maar even mee. Goed? Bent u de baas hier van deze zaak? Ik ben de baas, ja. Nou, wij kijken even. Goed zo. Dan begaan, Henk. Ja, baas. Hier is toch niet te halen, joh. Ja, baas. Wat is er voor een zaak hier? Gigant. Klanten de weg jagen. Nou, mooie zaken zit hier. Kom. Kijk eens. Goedendag, heer. Let goed op. Het grote Tjikkewits familieboek. Eeuwen oud. Al eeuwen in de Tjikkewits familie. Daar is ze dan, Emilia. Oma Emilia Tjikkewits, de bekendste en beroemdste waarzegster uit Roemenië. En mijn grootmoeder. Oh, Rangelo. Zij had talent. Ja, dat klopt. Talentvol. Maar die gaven die jij schijnbaar nog niet bezit. Nou, wie weet. En trouwens, ik heb het oma beloofd. En ik wil het zo graag. Ik heb er altijd beloofd
dat als oma dood zou zijn, dat ik haar shows zou overnemen. Dat ik al die mensen zou helpen. Nou, dat is toch niks niet moois? Dat begint wel vast te oefenen. Nou, Rangelo. Ik vind het niet leuk. Ik probeer het toch. En ik oefen het. Ik weet alleen niet hoe. Oh, oma. Oma, als je hier bent, kun je mij alsjeblieft niet helpen? Zou er niet iets zijn dat je mij zou kunnen helpen? Nee, Rangelo. Nee, ik beslis nu dat ik er gewoon mee stop. Ik stop er gewoon mee. Je ziet het toch zelf? Elke show die gaat toch mis? Het gaat altijd fout. Nee, en ik maak alleen maar mensen ongelukkig in plaats van gelukkig. Ach, Geraldine, nog één keer oefenen en dat lukt best. Nee, Rangelo. Dit keer staat mijn besluit vast. Eerlijk waar. Ik stop ermee. Ja, ik doe het echt. Ik ga stoppen en Wacht eens. Boekel. Wel, Boekel. Boekel, is er niks om op te treden? Boekel. Doe nog één keer. Eén optreden. Nee, want dan gaat er zeker ook weer iets mis. Dan gaat vast weer iets fout. Je moet het alleen nog maar leren. Je moet eraan denken dat Cornelia je dat... Heb je dat beloofd? Het lukt altijd. Anders kun je altijd nog stoppen. Probeer het nog één keer. Ja, één keer. Misschien heb ik wel gelijk, Rangelo. Eén keer? Eén keer. Boekel zei je, hè? Boekel, hè? Klinkt niet verkeerd. Dat klinkt best goed, hè? Oké. Boekel dan ook. Doe het. Mijn auto hier. Ja, en dan? Ik ga de wagen, kom mee. Anders is toch geen plezier. Kom mee, ja. Hier, iemand deur. Dat spul, dat kunnen we mooi jatten, hè? Dat is goud. Goud, ja, en zilver. En hier, het klokje. Zie je dit klokje? Ja, je kunt het niet meer zakken. Hier kunnen we naar binnen. Hier kunnen we goed in slag slaan. Hier kunnen we voor. Kom naar binnen. Kom. Jongen, kijk uit. Het wordt de link hier. Ze hebben ons in de gaten. Ja? Laat maar gaan. Zet weg dat ding. Ah. Hoi. Ja. Gelukkig, die zijn we kwijt. Thank you.
het is een heel bankluis, zeg. Maar hoe zouden we hier binnen kunnen komen, denk je? Ja, dat is niet zo moeilijk. Nee. Ik heb daar wat gereedschap bij. Maar wat is dit voor een ding, baas? Ah, joh, dat is een automaat. Dan kun je een kroket uit de muur halen terwijl je op de geld wacht. Oh, dat is mooi. Als jij naar geld gaat halen, kun ik een kroket erin. Ja, ja, kom dan maar mee, want het lijkt me hier veel te modern. Ja. Veel te moderne bank. Kom maar. Maar zou de baas dat wel goed vinden, de big baas? Die spelen wat die baas ervan denkt, maar... Kom maar mee. Ja, baas, we zouden de big baas dat wel goed vinden. Luister nou maar naar mij. Ik heb hem gesteld. Laat het nou gewoon zien. Ja. Hier is veel geld. Het zou de big baas dat dan wel goed vinden. Ach, kom dan maar mee, Jan, zeur nou niet. Ik kreeg nog eens de zenuwen van jou. Ja, als ik dan helemaal niks meer mag zeggen. Ja, nee, luister maar naar mij. Ja. Kom maar. Hey, zie jij wat ik zie? Hey, Bert, Henkie, Jeppie, dat is het, joh. Wat moeten we daar mee? Daar is geld te halen, jongen. Kom maar mee, ik heb er verstand van. Mag ik zo? Kom aan. Mag jij niet? Kom aan. Wat is dat? De Mechingshow, weet jij niet wat dat is? Nee, laat die stomme hersens nou eens een keer van jou werken. Nee, alhoewel dat dat moeilijk is, denk ik. De Mechingshow zal ik je dat eens uitleggen, jongen. Kijk, dan komen veel mensen, hè? Heel veel mensen. Hè? En als er veel mensen komen, dan hebben ze ook veel geld bij er. En dat hebben wij toch nodig, of niet? Ja, dat wou ik ook maar zeggen. Dat zal de grote baas, Big Boss, fijn. De Big Boss kan me niet schelen. Dit is een briljant idee. Straks zijn we rijk, jongen. Kom maar mee. Fijn. Maar denk er aan, we moeten wel een goed plan bedenken. Hè? Dan kunnen wij weer eens lekker gaan jatten. Ah, grappig. Oh, dat is wel. Ik heb niks te doen, dat lijkt me hartstikke mooi. Nou, heb wel zin in, hoor. Zullen we er naartoe gaan? Ja. Oké. En misschien Sjaak en Tine, die hebben zaterdag toch ook niks te doen? Nee. Kunnen die ook nog mee? Dan vragen we die toch ook? Ja, doen we. Ja. Prima, gaan we. Hey, Magic Show, zaterdagavond. Goh, ze is toch wat, eens gaan kijken. Ja, zet hem. Ja, is goed. Zo? Ja. Ja. Dacht wel. Jawel, het is goed, hoor. Ja. Zo goed. Ja. Wat doen we nou als er vanavond niemand uit de show naar voren wil komen? Dan doe ik, ga ik tussen het publiek, doe ik een jas aan en ga ik gewoon tussen het publiek. Oh nee, dat is goed. Tjie, dan moeten we vanavond wel eventjes oefenen. Die zaak bedriegen, dat werkt toch niet? Dat moet je als Tjikovic toch weten.
Angelo. Ja? Zei je net iets? Ik zei niks. Ik kreeg het even koud en ik hoorde iets zeggen. Maar ik zal het me wel verbeeld hebben, denk ik. Ik zei niks. Nee. Zaak bedriegen. Nou ja. Ik ga even door en ga ik de andere dingen even doen. Ja. Angelo? Ja? Kom eens. Ja? Zullen we anders nog eventjes oefenen voor vanavond? Ja, dat is goed. Dat is goed. Even alles doornemen, voor het geval dat niemand meedoet. Dat we dan eventjes... Weet je welke kleren je aan moet doen dan? Ik doe die jas aan. Welke? Die? Pak eens eventjes. Want we moeten wel even zorgen dat we weten wat we moeten zeggen. Ja. Het publiek staat er. Nou, niemand. Stel dat er niemand komt. Dan zeg ik... kom maar. En dan zeg ik wie. En dan zeg jij... Ik kom... Goed, en dan zeg ik weer... Ah, meneer, komt u maar, hè. Ja. Neemt u plaats. Ga even zitten. Dan zeg ik, neemt u plaats. En dan zeg ik, let op, enzovoorts. Goed, dan kom ik achter jou staan. Ja. Dan zeg ik, deze meneer die... Wacht even, kom eens terug, want we moeten eerst zeggen wat je wilt. Ik wil van... Ja, wat wil je? Ik wil van het roken af. U wilt van... Oh, geen probleem. Gaat u zitten, meneer. Gaat u zitten. Ja? Hoesten? Ja, doe maar hoesten. Dat lijkt dan wel echt, hè? Dan zeg ik, goed, deze meneer die sluit zijn ogen, ontspant u maar, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Klap ik in mijn handen. Ik zeg... even kijken. Ik hou niet van roken. Ik rook niet. Sigaretten zijn vies. Dan, wacht even. Ja? Ik slaap. Dan zeg ik, ja, goed, jij slaapt dan. Dan zeg ik... ik hou niet van roken, sigaretten zijn vies. Ik hou niet van roken, sigaretten zijn vies. Zeg ik goed, oké, ja. Dan slaapt u door. Ja. En dan zeg ik... wacht, dan klap ik weer in mijn handen, ja. Ja. En dan ben goed, ik wakker. Goed, wakker, meneer, wilt u een sigaret? Dan zegt u... Nee, ik wil geen sigaret. Ik rook niet. Ik heb nooit gerookt. Goed, en dan zeg ik, dames en heren, ziet u dat, ziet u dat? Ja. Ja, goed. Oké. Okay. Onthouden, hè. Vergeet niet de jas aan te doen. Nee. En gewoon net doen of dat je slaapt en dan weten hun er iets van. Ja. Ja, goed, oké. Okay. Nou. Nou, verder goed. Nog iets? Nee, want dan maak ik me eventjes verder op en dan zit het verder denk ik wel goed in elkaar. Ja? Goed. Nou, daar gaat je weer, oma Amelia. Wens me succes, hè. Dank je, dank je, dank je, dank je. En welkom op mijn Gerardina's Magic Show. Mijn naam is Gerardina Tchikovic. Ik kom uit die familie, die grote familie Tchikovic. En mijn moederland is Roemenië. En we hebben dat talent. We hebben talent om mensen te helpen. Heb jij iets? Jij hebt vast iets. Ja, zeker. Alle mensen hebben iets. Jij wilt misschien wel dunner worden. Ja, daar kan ik voor helpen. Misschien wil jij wel groter zijn. Nee, met oké, dat gaat. Dus mensen, schroom niet. Kom maar voor. Ik kan die hand lezen. Wie? Wie wil die toekomst weten? Wie wil de toekomst weten? En dan heb ik hier ook mijn magic kristallenbol.
Ja, ik zie. Ik zie die meneer achteraan. Ja, ik weet iets van die meneer achteraan, ja, met dat gele shirtje. Ja, ik zie jou hier. Komt u maar. Schroom niet. Ah, kijk eens. Dat is ook zeer schön. Weer is kaal. Een kale man. Ja, er is een kale man. Ja, jij wilt haren. Kijk eens. Dat is speciaal voor die kale koep. Die kale koep. Komt u maar. Kromt u niet. Komt u maar. Kom. Kom in dat magic. Kom naar die magic show. Die magic show van Geraldina Tjikovic. Komt u maar. Kromt u niet. Ja, je wil. Kom maar. Kom maar. Ja. U meneer, komt u maar naar voren. Komt u maar. Wat is er aan het handje, meneer? Ik rook met de platter. Ik wil van het roken af. Geen probleem. Meneer, gaat u zitten. Neemt u plaats in deze stoel. Ja. Goed, luister goed naar mij. Luister goed, ja. U gaat hier zitten, want ik zeg dadelijk iets. U zegt mij na. Denkt u dat dat lukt? Jawel. Goed. U gaat ontspannen. Mag maar die ogen dicht. Doe dicht die ogen. Goed. Als ik in mijn handen klap, bent u weer wakker. Want ik mag klap ook in die handen om u te laten slapen. Is dat goed, mensen? Let maar goed op. Deze man rookt. En na dit rookt hij niet meer. Dat gaat. Ja, zeker wel. Luister goed. Stilte, bitte. Stilte, alsjeblieft. Ontspant u, Maria. Geet ja goed? Goed, hier is het nu. Dan zeg ik Roema di doem. Zeg mijn naam, meneer. Ik rook niet. Sigaretten zijn vies. Ik rook niet. Sigaretten zijn vies. Goed, geet maar. En du bist ja wakker. En ik zeg. Weet u een sigaretje? Kijk eens hier, een eerlijk overheerlijk sigaretje. Neemt u maar, meneer. Geen sigaret. Neem maar. Ik rook niet. U rookt niet. Goed, ja, mensen, ziet u dat? Hij rookt niet. Wat is dat? Dames, heren. Wat is er aan de hand? Oh, Rijntje, er is weer iets gebeurd. Heb je weer iets fout gedaan? Zeg die spreuk. Welke spreuk? Die spreuk van het verdoven. Die spreuk, die schoot me zomaar te binnen. Dat was die, Ja, ik probeer het. Roma, ik weet het niet, Rangelo. Het komt zomaar naar binnen. Ik heb dat ooit gelezen in oma's familieboek. Ja, zeg dan iets. Wat denk je? Ik weet het niet. Wacht eens. Maak het familieboek. Wacht eens. Als dit dus een spreuk is om mensen te laten slapen... Dat staat er vast bij mijn oma in het boek ook een ontwaakspreuk. Ja. Kom op, het boek. Oh, ja, snel. Dat heb ik in de wagen liggen. Ja, kom. Oh. Wacht eens, Rangelo. Kijk nou eens eventjes. Ja, kom. Nee. Jij zei altijd dat ik het niet kon, hè? Kijk nou eens. Ik heb die mensen toch in slaap gebracht. Kom, hé, dat boek. Ja, dat is waar.
Waar moet hij dan zijn, hè? Chickeliet familieboek. Wacht even, want ik heb hem ergens zien staan, die slaapinspreuk. Wacht even. Ja, wacht. Okay. Ja. Oh, de slaapinspreuk, ja? Even. Kom, zeg. Ja, ik heb hem. Ontwaakspreuk. Gaat ie. Ramadi-doem-doem-doem. Dames en heren, hebt u lekker geslapen? Ja, dat was een kerk. Nee, wat alles breed. Alles is breed. Wat is dat? Waar is dat? Stolen. Waar is hier? Hier? Godverdorie. Dat heb ik niet gedaan. Ja, dit heb ik niet. Alles is weg. Ik ga de politie halen. Je maakt het beeld van. Nee. Hier blijven. Hier blijven. Godverdorie. Alles weg. Hier, gewoon samen met Rangelo. Wie is Rangelo? Ja, die hoort er eigenlijk niet bij. Zie je? Nee. Zie je? Maar die hoort er wel bij. Ja. Nee, dat is niet waar. Luister nou eens. Wie is Rangelo? Ze willen helemaal niet luisteren. Ik heb het op. Dit is Rangelo, dat is mijn knecht. En het staat zo. Kijk. Dus wij, alles is... Nee, je moet het anders zien. Nee, dat is niet waar. Nee, want je zegt dat ik uit Roemenië kom. Ik heb hard gewoon gehad. Even rustig allemaal. Even rustig. Ja. Dus alles is hier in scène gezet? Nee, laat me even vertellen. Kijk, er was een show, maar niemand die wilde naar voren komen. En daarom is Rangelo dan diegene die als eerste komt. En dan zouden andere mensen zouden ook naar voren komen voor mijn show. En wat is er gebeurd? Ja, eigenlijk ging alles goed. Op een moment zei ik een spreuk en toen viel iedereen in slaap. En had u die spreuk nog nooit gebruikt? Nee, ik wist nog eens niet waar die voor was. Ja, dat is natuurlijk niet verstandig. Blijkbaar om iedereen in slaap te laten vallen. Dat is wel duidelijk. Ja, dat was alles weg. Eerlijk waar, ik heb hem nog nooit gebruikt, die spreuk. Nou, ik bedoel me niet veel dan. Nee. Kunnen wij uw woonwagen even doorzoeken? Want, ja. Nou, dat is geen probleem hoor, maar ik ben onschuldig, dus u zult ook niks in mijn woonwagen vinden. Ja, dat zien we dan wel. Kijk, we zijn alles weg. We zijn alles terug. Is alles gebleven? Ja. Alles is weg. Ja, dat kunt u wel. Zo. Ja. Ik heb niks gedaan. Dat is niet waar. Het moet er wel gezet. Nee, helaas, we hebben niks gevonden. Tenminste, niks wat u. Even stil. Ik vertrouw het toch nog niet helemaal. Ik denk dat het beter is als we u morgen eens even uitgebreid verhoren. Maar dan moet u morgen vroeg even op het bureau komen. Ja, het is nu al laat, dus u mag vannacht nog in die woonwagen overnachten. Want morgen bij de lijn. Ja, dat is goed. Allebei. Wij moet ook. Ja, natuurlijk. Ja. Allebei. Ja, is goed. Ja, dat was het. Ja, 11 uur. Dat jij zegt, dan kunnen ze nog weg. Ja, spullen, dan okay. En onze goed. Spullen dan? Kunnen ze mooi weer weg. Nee, want ik... nee, rustig maar. We houden het ook in. Nee, luister, ik hoop echt dat u de echte dader vindt, hoor. Want ik vind het zo erg voor die mensen die zin hebben. En een tas en een portemonnee schrijven. Ik heb een show en dan zijn we alles kwijt. Ik heb het niet gedaan. We zijn alleen maar dieven. Ik heb dat niet gedaan. Mensen, geloven jullie mij dan niet? Even stil, even stil. Morgen zoeken wij dat uit. U gaat rustig naar huis. Jullie komen morgen op het bureau. En morgen wordt het uitgezocht. Oké? Okay? 11 uur. En nu van ons verder. Goed. Collega, tot ziens. Tot ziens. Ja, maar hopen we het beste. Ons afwachten. Ik ben het toch niet mee eens? Nee, ik ook niet. Ja, wat kan er nou? Niks. Ja, allemaal niks.
Ja, met wie, Bos? Hallo, Bos. Hier met Kareltje. Ja. Ja. We hebben een goede slag geslagen. Ja, we hebben heel wat binnengehaald. Ja. Waar dan? Waar? Oh, in een of andere klein dorp in Noord-Brabant. Boekel. Boekel? Boekel, waar het toch wezen mag. En hoe is die goede slag? Nou, heel wat. Zo'n 50 klokjes, 25 kettingen, gouden kettingen en ringetjes en nog 500 piek. Niet gek, hè? Nee, niet slecht. Zeker niet slecht. Het was ook al een hele tijd geleden dat jullie een goede buit hebben binnengehaald. Ik zie jullie zo vlug mogelijk met de buit bij mij thuis terug. Laat zeggen morgen om een uur of twee. Oké, baas, ja. Jazeker, komt u nog de baas. Morgenmiddag om 2 uur. Ja. Je kunt op ons rekenen, baas. Kareltje, brengt die slome ook mee? Wat zeg je? De slome, baas? Ja, natuurlijk, de Schenky. Ja, natuurlijk, baas. Tot ziens, baas. Sta je nou te lachen, Bas? Valt er nou te lachen? Ach, Henkie, dat snap jij toch niet. Kom. Ja. Hey. Haha, Henkie, zie je dat? Een kroeg. Van de naam zeg. Een kroeg, jongen. Dat komt goed uit, hè. Heiligens. Hé, dat komt goed uit, jongen. Want ik meen dat wij een stevige borrel verdiend hebben, of niet? Ja, maar niet te lang, hè. Want dan moeten we niet lang blijven hier, baas. Ach, slome, maak je toch geen zorgen, hè? Ja, jongen, denk dat je baas. Ja, maar jongen, dat is wel boven. Ze kunnen ons dat niet maken, hè? Nou, vooruit. Ze kunnen ons helemaal niets maken. Ze stonden daar toch allemaal te slapen, dat weet je toch ook wel? Maar niet zelfs de politie niet. Want die politie denkt natuurlijk dat die slomen en die slimme wazers de schuld zijn. Ja, maar waar heeft die wazers? Die gaan in die boom kijken. Ach, kom dan toch. En dan zie je het, jongen, want die wazers, jongen, dat zijn slimme meiden. Henkie, luister nou. Luister nou maar naar mij. Ja, dat is goed. Want ik ben een hele slimme jongen. Ja, kom aan. Ik ben het. Angelo. Dat gaat verkeerd morgen. Wat? Dat wat er vandaag gebeurt. Wat? Waarom geloven ze mij nou niet? Je weet ook, zoiets zou ik toch nooit niet doen? We gaan slapen. Morgen gaan we eerst naar het politiebureau. En dan komt alles goed. Doe dat nou. Ja, maar die mensen. Die waren zo kwaad. Hoe kan dat dan? We gaan nu slapen en morgen komt alles goed. Kom maar. Ja. Ik ben toch benieuwd hoe oma Emilia dit opgelost zou hebben. Zij zou vast een goede manier hebben geweten om dit allemaal op te lossen. Kom. We gaan slapen. Ja, misschien wel. Morgen. Noem maar. Goed. Wel trust, hè? Trust. Alsjeblieft, hè. Ja. Proost, hè. Nee, ja. Zonder buiten. Ja, shh. Dat lijkt dan.
Geraldine! Geraldine! Wakker worden! Wakker worden! Wakker worden! Geraldine, hé! Wakker worden! Geraldine! Wie? Ik ben het! Ik ben het! Dan is hou op! Nee! Ik ben het! Huh? Ik ben het! Amelia! Wat is er aan de hand? Ik ben het! Rijnselo! Rijnselo, ben jij er? Nee, ik ben het. Nee, Charlie, ik ben het. Amelia. Je overgroot. Nee, dat kan niet, om. Hoe oud ben je? Ik ga jou niet dood. Nee, ik ben het, heus. Kijk nou. Ik kom jou waarschuwen. Ik kom jou helpen. Ik zie hem. Je weet wel, die show vanmiddag. Ja. Voor die dieven. Voor die dieven. Je hebt die gaven. Jij hebt die gaven, jij weet hem alleen niet goed. Wie is dat? Rangelo? Ik ben het. Ik vind dat dit leuk me. Wie is dat? Ik ben het. Oma. Oma? Ja. Oh, dat kan... Oma Amelia? Ik ben het. En jij bent die ene die mij kan zien. Oh, volgens mij... Oh, volgens mij staat... Echt, maar ik kom jou helpen. Ik kom jou beschermen. Helpen? Voor die dieven vanmiddag. Helpen, beschermen? Van die show. Hoe kan dat nou? Jij bent dood. Nee, maar toch ben ik het. Ik kom jou helpen. Helpen? Waarom? Ja, ik heb die aanwijzing. Ik weet wie die dieven zijn. Dieven? Die dieven. Van die show van vanmiddag. Jij moet die aanwijzingen opschrijven. Ik heb die aanwijzingen. Waren dat dieven? En jij moet morgen naar die politie gaan. Ja, dat klopt. Ik heb moet... je pen en potlood? Pen en papier bedoel ik. Ja, ja, die moet ik hier wel ergens hebben. Schrijf op. Ik heb die aanwijzingen. Ja, potlood. Maar, ja, goed, ik heb het, maar goed, nu... Goed, wat, goed. Oh, ik zal het dat ik jou zie. Ik geef maar, maar ik bedoel, waarom zit Rangelo jou dan niet op? Jij bent die enige, jij hebt die gave, Alleen, jij weet niet goed hoe mee om moet gaan. Nee, dat zegt Rangelo ook altijd. Ik zie wel, ik wist het wel, oma, dat maar, ik het had. Maar goed, snel, of, ja, je maar, moet wat, opschrijven, die ja, maar, aanwijzingen. Wat moet ik dan doen? Wel... Die dieven die hebben een hele grote witte auto. Hele grote witte auto. Maar hoe kan je dat dan zien, oma? Ik kan niet alles zien. Ik zie stukjes. Oh, wat moet maar ik nou? Ik niet goed in grote witte zijn. Auto. Grote witte auto. Weet je ook wat voor auto dat is? Ik niet weten. Ik weet dat het DL33 was. DL. Nummerbord. Ja. Die nummer. Anders ik niet weten. DL33. DL33 en dan? En die dieven, die hebben twee dieven in. Grote blouse met puntkraag. Twee dieven? Twee dieven. Twee. En één had een grote bril. Bril. Voor die zon. Voor die zonnebril? Ja. Zonnebril. En ik ook, ik zie kruisen. Ik zie kruisen. Kruisen, wacht. En ik zie een straat. Ik zie een straat. Kruisen. Ja? Wacht, ja, kruis heb ik. En ik zie een café, een drinken. Wat? Ik drinken. Wacht, een straat, zei je, oma? Een straat? Ra. 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 Alleen maar ra. Alleen ra zien. Ra. En ik zie een café. Die café. Een café, goed. En wat is... de naam van het café? Goed. En wat is de naam van het café, oma? Gewoon de naam, oma? Oma? Oh jee, dat is ook nog weg, ook nog. Een auto, een nummerbord, twee dieven, zonnebril, kruiden, ra, café. Nou goed, ik heb stukjes, ik dat kan gaan puzzelen. Maar volgens mij kan de politie er vast wel wat mee doen. Goh, oma Amelia, wie had dat nou gedacht? En ik heb de gave. Maar dit is voor morgen vroeg. Morgen vroeg bij het politiekantoor. Nou, goh, dat is morgen vroeg. Ach, ga lekker slapen, hoor. Nou, daar kunnen ze vast wel wat mee. Ja, Angelo, alles komt goed. Ik kom slapen. Alles komt goed. The love of a man.
Je kunt er alleen af, denk ik. Ja, ja. Dan ga ik nou op pad, hè? Oké, okay, ja? Tot straks. Goed. Zitten jullie goed? Ja. Dan gaan we met het verhoor beginnen. Meneer Rangelo, u komt zo dadelijk aan de beurt. Mevrouw Geraldina. Ja? Vertelt u eens rustig wat er gisteren gebeurd is. En vertelt u meteen even waar u de buit verborgen heeft. Ja, dat heb ik gisteren toch al verteld. Ik heb die buit niet. Ik heb dat niet gedaan. En ik weet nu wie de daders zijn, maar ik heb het niet gedaan. Eerlijk waar. Rangelo, dat heb ik echt niet gedaan. Wij hebben het niet gedaan. Nee, daar geloof ik dus niks van. Vertel het hele verhaal nou maar. Ja, nou, ik zeg toch, ik weet nu wie de daders zijn. Het zijn twee mannen. En ik heb het zelf zwart op wit. Ik weet waar ze zijn, meneer de politieman. Zwart op wit? Ja. Hier. Oh jee. Op papier. Wat is dat dan? Dat is een schets. Ik heb getekend waar ze zijn en hoe ze er ongeveer uitzien en hoe hun auto eruit ziet. Dat heeft u getekend? Ja, ja, maar dat heb ik doorgekregen van mijn overleden oma, Emilia Tchikovic. Ah, kom nou mevrouwtje. Overleden oma. Dus een geest heeft u doorgegeven hoe die tekening eruit moet zien. Ja? Dat geloof ik dus niet, hè? Dat is nonsens. Dat kan niet. Nee, Lina, doe iets. Ha, kijk, daar is ze. Dag oma. Hey. Ja, ja, maar dat probeer ik toch? Wat een onzin. Wat ben je nou aan het doen? Tegen wie heb je dit? Ja, nou, ook, ik had eventjes een onderontje met mijn oma Tchikovic. Maar, ja. Maar ga eens even door over die tekening. Nou, ja, dat is eigenlijk niet zo moeilijk, hè. Kijk, want dit is een hele grote auto. Een grote witte auto, ja, oma. Een grote witte auto. Ja, hou nou eens op met die onzin. Mensen. Ja? Het zijn twee mannen. En ze dragen een zonnebril. En kijk, dit wist oma niet. Het was DL33 en toen wist je het niet meer, hè, oma. Nee. En even kijken. Nou, het is ergens in de buurt van Kruizen. En een straatnaambordje met RA. Dus RA. En daarachter wist ze het niet meer. Maar ze wist wel te vertellen dat ze ook nog in het café waren. Ja. Nou, zo'n onzin heb ik nog nooit gehoord. Daar geloof ik dus echt helemaal niks van. Zeg dan dat hij daar zelf moet gaan kijken. Wat zeg je, oma? Zeg dan dat hij daar zelf moet gaan kijken. Nou, kom eens een keer op. Oma zegt dat je zelf op die plaats moet gaan kijken. En dan zie je vanzelf dat een witte grote auto daar geparkeerd staat. Nou, mevrouwtje, ja. Ik denk dat we u maar eens hier moeten houden. Want ik geloof van dat hele verhaal dus helemaal nee, niks. Nee, dat kan helemaal niet. Nou, probeer iets. Het kan niet. Hou nou eens stil. Ja. Hou er nou eens mee op met die onzin. Nee. Er is toch helemaal niemand. Dat zie je toch? Kom op, even Psst, over het... Hou dan stil, anders dan luistert hij toch niet naar ons. Ja. Nee, maar dat kan helemaal niet. Maar je moet luisteren. Ja, dat weet ik wel. Shh, hou nou eens stil. Ik heb hier genoeg van. Ik denk dat ik u eens ga opsluiten. Nee, dat kan niet. Luister nou eens. Dat gaat gewoon niet. Want ik moet gewoon zorgen dat die mensen hun sieraden en hun geld terugkrijgen. Want als jij het niet doet, dan gaat het helemaal niet. En jij weet vast waar dat is, want ik ken hier de weg in Boekel helemaal niet. Dus waar raar... Moet ik dat weten waar dat is? Ja, u bent de politieman. U hoort toch te weten hoe de straten zijn in Boekel. Ik ben politieman, ja, maar ja, hier kan ik ook niks van maken. Ik denk dat we hier een eind aan gaan maken aan dit verhoor. Dit leidt nergens toe. Nee, u moet er naartoe. U mag een dagje... Zie je wel? Dan heb je haar ook nog boos gemaakt. Ja, kom nou toch. Hé, wat een onzin allemaal. Komen jullie maar mee, dan gaan we naar de cel. Nee, dat kan helemaal niet. Ik moet ze gaan pakken, anders zijn ze weg. Ze kunnen eigenlijk niet vertrekken.
Onzin. Ik moet iets doen. Onzin, onzin. Ik geloof hier niks van. Al die kolder over uw overleden moet oma. Moet je iets doen? Nee. Gaat u maar mee. Kom. We gaan nu. Nee, dat... Nee, ik wil niet, maar... Ik wil niet, Angelo. Even wachten. Ik word niet helemaal... Wacht eens. Oma, wat heb je gedaan? Ik voel nu dat ik afscheid moet nemen. Ik denk dat jij het zelf wel verder kunt. Ik ga. Succes, mijn meisje. Oma, niet weggaan. Niet weggaan. Wat heb je gedaan? Wat is er aan de hand? Oh. Oh, ze is weg. Angelo, ze is weg. Wat? Hij slaapt. Oh, dat betekent dat wij. Dat wij snel moeten wegwezen. Kom, kom, dat wij moeten gaan doen. Hij slaapt. Voordat hij wakker wordt, ja, even kijken. Als jij nou vast naar de woonwagen dadelijk gaat, dan ga ik intussen wel hulp zoeken. Mensen, er zijn vast wel mensen die ons hier kunnen helpen. Ik ga de woonwagen halen. Oh, wacht eens, daar ginder. Daar staat de bus. Nou, daar ga ik naartoe. Die kunnen me vast wel helpen. Oké. Dag. Weet nou ook, hoe kon loopt op kloppen? Nee, dat was iets anders. Hallo, is er... Oh, oh. Goedemorgen. Zou ik misschien om een gunst mogen vragen? Nou, het zit namelijk zo. En daarom wil ik de vragen of er via deze studio alle kinderen van Boeken en Venners wilt opvragen dat ze met mij samen op zoek gaan naar die twee dieven. Want er is haast bij, het moet snel gebeuren. Maar ja, ja, ik begrijp vast wel, op de volwassenen hoef ik niet meer te rekenen. Die geloven mij toch niet. Ja, het lijkt me een vreemd verhaal, maar ach, het kan ook geen kwaad. Zullen we er een extra uitzending maken? Oh, wilde dat echt doen? Kom binnen. Oh, fijn. Oh, hartstikke fijn. Zo, daar zitten we dan. Zou je misschien ook nog iets willen zeggen? Ja, nou, ja, dat is goed. Wat moet ik dan... Nou, daar in de zwarte gat. Oh, waar? Daar. Oh, daar? Ja. Ja. En wat moet ik dan in praten? Nou, dat komt wel in orde. Oh, goed. Ja? Zullen we dan maar beginnen? Ja, ja, is goed. Goed, klaar. Beste jongens en meisjes van Boekel en Venhorst, zojuist kregen we een vreemde, maar zeer dringende oproep van een wanhopige waarzegster, Geraldina Tjikovic. Zij roept de hulp in van alle kinderen van Boekel en Venhorst van de basisschool. Ben je stoer en bereid om met haar de twee dieven te gaan pakken? Kom dan zo snel mogelijk naar het Sint-Agatenplein. Geraldina zal dan op jullie wachten. Wil je ook nog iets zeggen? Ja, ja, graag. Daar. Ja, nou, hoi, die Geraldina, dat ben ik dus. En... kom alsjeblieft heel snel, hè, want die boeven die kunnen elk moment vertrekken. En de tekeningen die neem ik mee, hè. En wij komen er vast samen, komen we eruit. Dan kunnen we precies de plek vinden waar die dieven zijn. Dus kom heel snel, hè. En het enige wat ik dan nog kan zeggen, tot dadelijk op het Sint-Agatenplein. Tot ziens en... Houdoe. Houdoe, hè, zeggen ze hier, hè. Houdoe. Houdoe. Via de blok een bericht uitgezonden. En kijk eens, het zijn allemaal kinderen op pad gekomen. Allemaal knechten die mee gaan helpen. Hopelijk die twee dieven te vinden, want ze gaven mij de schuld, hè. Hadden jullie dat gezien? Ja. Ik, en ik had helemaal geen schuld. Onterecht. Ik heb niks gedaan. Onterecht. Onterecht, juist. En nu gaan we uitzoeken, want ik had al van sommigen gehoord dat jullie wisten waar dat nou is. Ja, ik ben onbekend in Boekel. Wacht eens, ik pak even mijn schetsen, wees zo goed? Ja, daar zei, daar stond... Dat heb ik opgeschreven, want oma Amelia, kijk eens, dit is oma Amelia. Dat is al lang geleden hoor, maar dit is oma Amelia. En die vertelde dat er een grote witte auto was. Een hele grote... Weten jullie wat voor auto dat is? Want ik kijk... Mercedes. Wacht eens, is dat die Mercedes die Renzo en Marcus en mij ingehaald heeft toen? Ja! Zie je wel? Ik dacht het nog. En kijk eens, en het ging over twee mannen. Die zitten in die auto! Zitten die in die auto? Ja! Zie je wel, dat dacht ik. En ze hadden zonnebril op, of niet? Ja! Oké, maar toen kwam het, hè. Het nummerbord DL33. Jezus!
Zou dat kloppen? Dus wij moeten op zoek gaan met een nummerbord van DL33 en dan nog iets, maar dat wist zomaar niet. Zonnebril? Ja, zonnebril, ja, ja. En iets met kruisen, wist jij dat? Wie weet dat? Natuurlijk een kerkklas. Dat zijn die kruisen. Wat zeg je? De raadslaat. Jongens, klopt dat? De raadslaat. Ja! Wacht eens. Luister eens goed. Nu zeggen jullie wel dat we naar het kerkhof moeten. Maar luister eens, dat zijn twee volwassen mannen. Twee dieven. Die kunnen wij toch met z'n allen niet alleen. Ja! Ik geloof wel dat dat klopt. Het mag niet, wij mogen dat niet. Want dan zeggen ze van, dat betekent niks, stel dat je kinderen, wij gaan er weer van tussendoor. Wij moeten iemand van de wet hebben. Wie? Durft? Wie durft, hè? Ik vraag alleen wie het durft. Om de politie op te bellen. Ik heb. Wie durft dat? Ik durf niet meer, mij loopt. Ja, gewoon een zin. Goedemorgen, politiebureau Boekel. Wat? Twee dieven? Bij het kerkhof? Bij de raadszaak bedoel je? Met de grote witte Mercedes. We komen er direct aan. Tot dadelijk. Bert, wakker worden. Kom op, we moeten aan de slag. Aan de slag? Ja, kom op. Lek je onderweg wel uit. Kom op. Oké, kom op. Kom. Sieraden komen weer terug bij de echte eigenaar. Oh, gelukkig. Ja? Oh, gelukkig. Ja, goed, wij hebben niks gedaan. Wij hebben niks gedaan. Mag ik jullie even namens mijn collega allemaal hartelijk danken voor de oplossing voor deze misdaad. Mevrouw Ziekewits, mijn excuses. Oh, dankjewel. Ik heb me helemaal vergissen nu. Maar ja, de politie kan fouten maken. Ja, ja. Maar dankzij dat alles goed is gekomen, ja, of politie? Ja, ja, ja. Ja. Maar dankzij de kinderen is alles goed. Wij gaan nu naar het bureau. Ja? Wij zoeken de zaad eruit. Wij lossen het op. Allemaal hartelijk bedankt en tot ziens.
Ja? Ja, dankjewel, dankjewel. Zo, dat is afgesloten. Ja, die komen voorlopig niet vrij. Nee, niet. Tot ziens,